Goedemiddag mensen, het is 3 uur. Het webinar Groene Inspiratie gaat nu van start. Het is een uur chockvol prachtige gebouwen, dat kan ik alvast vertellen, want ik heb alle sheets al gezien. Geweldige sprekers en hopelijk ook ontzettend veel mooie vragen van jullie. Je kunt ze stellen in de chat. Dan pak ik na iedere spreker daar wat vragen uit. En dan behandelen we die tijdens het webinar. Zitten er dan nog vragen tussen straks die hartstikke interessant zijn, maar niet aan bod komen in dit uur? Dan nemen we die mee in het verslag en dat verslag krijg je sowieso opgestuurd. Nou, ik ben Marieke Karsen. Laat ik daar ook even mee beginnen. Ik werk iedereen door dit uurtje heen. En naast mij zit Kim van der Leest en zij is een groene conceptontwikkelaar. Dat klinkt als een hele mooie mond vol. Kan jij daar eens iets over vertellen? Dat klopt. Dank je, Marieke. Allereerst excuses. Ik geloof dat ik een beetje wegval en een soort pratend behang geworden ja. ben qua blouse. Okay. Ik heb vroeger als kind heel veel buiten gespeeld. En daar bouwde ik groene hutten. En daar maakte ik ook boekjes over. Nu schrijf ik eigenlijk iets dikkere boekjes. Hè, zoals het... Dit boek bijna 3 kilo van het levende gebouw. Ik heb biologie gestudeerd. Ik hou mij bezig met prettige, gezonde omgevingen en gebouwen. Ik heb ook een zakelijke achtergrond. Ik heb mede aan de basis van Funda gestaan. En ik ben heel erg van informatie en partijen verbinden. Informatie, zodat je het naar de praktijk kan brengen en gebruiken. En dat is ook met het levende gebouw. Ja. Nou, ik denk dat we maar even snel jouw presentatie erbij moeten pakken. Ja. Je kan er zelf doorheen klikken. Is prima. Ga ik een beetje uit beeld. Zo. Ja, dankjewel. Ik wil jullie eerst kort meenemen naar een aantal ontwikkelingen. Want als je kijkt naar levende gebouwen, die zijn niet nieuw. In noordelijke landen had je al dit soort gebouwen met natuurlijke groene daken voor isolatie. Bijvoorbeeld jullie kennen wellicht Hoendertwasser als kunstenaar, als architect. Die had al bomen op balkons als lucht- en als lichtfilter. Interessant is dat je vaak ziet in tijden waar het heftig is, ongezond, zoals de industriële revolutie, dat je daar een reactie in het groen op krijgt. Op dat moment ontstond de Jugendstil en de Art Nouveau om het groen en de natuur naar binnen te halen. En wat je nu ziet met de groei van onze steden is dat we ook enorme behoefte hebben aan meer groen. Dus echt gebouwen als een stad. Die zijn in eerste instantie vaak ontwikkeld, zoals de bostorens in Milaan, om CO2 op te nemen, te besparen en zuurstof te produceren. Maar je ziet ook dat de mensen die hier wonen, dat die vooral ook heel veel baat hebben bij de natuurbeleving dichtbij en het horen van natuurgeluiden. En er ontstaan ook allerlei nieuwe beroepen, zoals hier bijvoorbeeld een hangende hovenier. Nou, wat we hebben gedaan in het levende gebouw, komen eigenlijk al die meerwaarden van groen samen. Dus het klimaat, de natuur, maar ook effecten op de economie en vooral ook op de mens. En die zijn eigenlijk heel handig geordend en samen met de andere handleidingen, de levende tuin en ook de levende openbare ruimte die net uit is, vormt dat een inspiratiebron voor leefbare steden. Nou, een andere ontwikkeling die ook belangrijk is om te weten, je ziet hier bijvoorbeeld een dakpark. En dat park wordt zowel gebruikt overdag door scholen en door bedrijven. Dus dat eigenlijk de grenzen van een gebouw, dat niet zo streng is. En je ziet ook dat het dakpark half omsloten is, waardoor er een ander klimaat ontstaat. Dus ook binnen, buiten, dat soort grenzen dat verandert. Jij doet de volgende, Marieke? Nee, ik doe alleen af en toe jou in beeld. Oké, is goed, dank je. Een andere grote ontwikkeling is natuurlijk dat we ouder worden, maar we willen wel gezond blijven als we oud zijn. En daar is groen heel erg belangrijk voor, want als je kijkt naar onze bestaansgeschiedenis, die hebben we 200.000 jaar doorgebracht in het groen. En daar zijn we eigenlijk nog helemaal op ingesteld. We wonen pas sinds 6.000 jaar in steden.
En eigenlijk pas sinds 200 jaar in hoogbouw. En wij zijn eigenlijk nog helemaal ingesteld op natuurlijke stimuli. Als je ook kijkt naar ons DNA, dat komt wel voor 98% overeen met een aap. Maar voor 50% zelfs met een fruitvlieg en ook zelfs met die banaan. En het is heel belangrijk om die natuurlijke stimuli, om die weer terug te brengen. We zijn eigenlijk heel erg ingesteld op dit soort omgevingen. Met ook hele biodiverse beplanting. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar dat is ook goed voor onszelf. Want dit soort omgevingen met water, dat geeft ons ook van hier kunnen we overleven. Dus dat is heel belangrijk om dat toe te passen. Nou, wat we hebben gedaan is bij het levende gebouw is eigenlijk een hele handige manier om alle 19 meerwaarden, ook bekend uit de wetenschap waar groen goed voor is, om die te ordenen. Dus om de klimaat vind je behalve water, temperatuur, ook luchtkwaliteit. Bij natuur begint het al met de bodem. Als je een goede bodem hebt, dan heb je voedsel en bloemen. Dat doet iets voor de biodiversiteit. Maar er is ook heel veel aandacht voor die mensfactor. Als je veilige omgevingen hebt, je vastgoed is meer waard. Maar als je veilige omgevingen hebt, dan kun je omgevingen voor meer ontmoeten krijgen. En ook die hele zintuiglijke beleving is heel erg belangrijk. En al die informatie, het zijn meer dan 400 inspirerende praktijkvoorbeelden, die vind je met toelichting, ook aandachtspunten, die vind je allemaal terug onder die 19 thema's in het handboek. Nou, één is ook best belangrijk, dat is het zien, het uitzicht hebben op groen, want dat is eigenlijk een van de meest eenvoudige maatregelen voor meer gezondheid zonder dat mensen echt hun gedrag hoeven te veranderen. We hebben het grootste kleuronderscheidend vermogen in het groen. Dus daarom is ook zo'n groene wand is voor ons interessant, omdat wij nog helemaal ingesteld zijn om daartussen te kijken, kunnen wij voedsel vinden of zit daar een vijand tussen. En groen is nog steeds het meest rustgevende kleur voor onze ogen. Dus daarom is het ook zeker in deze tijden, of het nu op je werkplek is of op je thuisplek, is het heel belangrijk om groen dicht bij je te hebben. Sowieso doet het ook iets met het opnemen van allerlei stoffen uit je meubels en uit computers en laptops. Maar dat groen dichtbij, juist ook voor je ogen, om naar buiten te kijken, is heel belangrijk. En het is ook bijvoorbeeld onderzocht, hè. Je kunt naar het groen kijken naar buiten of op een laptop, maar toch werkt levend groen bijna 2 keer zo sterk op het herstel dan virtueel groen. Nou, het is niet voor niets dat bedrijven zoals de Amazon en de Googles, dat die dit soort werkomgeving hebben. Waarom? Omdat groen bewezen bijdraagt aan meer creativiteit, aan probleemoplossend vermogen. En dat is natuurlijk heel belangrijk, omdat we zeker zijn dat er toch weer allerlei veranderingen komen en juist in die groene omgevingen, dat stimuleert heel erg tot informele ontmoetingen, wat dus juist weer bijdraagt aan die creativiteit. Nou, hoe zit dat nu? Waarom is dat uitzicht op groen nu herstellend? Omdat er in het groen eigenlijk heel veel vormen bevinden die zichzelf eigenlijk volgens een soort mathematische formules herhalen en dat die ook voorspelbaar zijn. Die vind je terug in hoe bomen zich vertakken, in sneeuwkristallen, in wolken bijvoorbeeld. Dat vinden wij heel prettig, maar dat maakt ook dat wij ruimte overhouden om te herstellen. En hier bevind je nog andere voorbeelden. Ook de spiraal in de kunst, dat heet bijvoorbeeld de Fibonacci-reeks. Maar dat is eigenlijk waarom wij zo herstellen van in het groen zien. Dat kennen jullie misschien, hè? Het onderzoek van Ulrich, een van de onderzoeken dat bij patiënten die uit de raam kijken uitzicht op groen hebben, dat die sneller herstellen, maar ook minder bijwerking hebben en minder pijn. Nou, dit is heel handig toegepast, want je ziet ook zo'n vertakte, meerstammige boom zie je toegepast op een dak en je ziet ook die seizoensbeleving. Nou, dat is heel belangrijk, want juist dat contact bijvoorbeeld met groen en daglicht. Dit is de spoedeisende hulp links op, bij de Erasmus MC. Dat is heel goed voor helende, herstellende omgevingen. Die zien we vaak toegepast in de zorg. Maar je ziet dat ook nu steeds meer terugkomen in het bedrijfsleven. Dat wordt met een mooi woord wordt dat biofilie genoemd. Omdat wij van onszelf een voorliefde hebben voor
contact met leven en met levende systemen. Er is ook onderzoek gedaan dat afbeeldingen iets doen. Dan moet je wel de goede en passende afbeeldingen hebben. Bijvoorbeeld in een wachtkamer, zoals hier in het ziekenhuis. Maar als je ergens herhaaldelijk komt, is het beter om toch met levende natuur te werken, omdat die verandert. En wij zijn met onze zintuigen ingesteld juist op die veranderingen zien. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld wat ik gedaan heb met samen met Bart Dijkman, die straks gaat vertellen, en de BDG-groep. Dit is een levende, bewegende gevel van de World Horticenter in Naaldwijk, het inspiratiecentrum van de tuinbouw. Daar zijn groene levende gevels toegepast. In eerste instantie doen die ook iets tegen de hitte. Die doen iets tegen geluid dempen. Dat is een omgeving met heel veel kassen en grassen. Het doet iets voor de biodiversiteit. Maar de bloemen zelf vormen ook een bewegende gevel die afhankelijk van de periode in het jaar dan weer paarse bloemen, dan weer rode bloemen en dan weer gele bloemen geeft. Dus ook het bewegen, het verandering, dus ook bijvoorbeeld binnen beplanting kan ook gecombineerd worden met bloemen. Dat is ook iets bewezen wat inwerkt op onze gemoedstoestand. En daarom zie je ook dat bewegen, als je nu bijvoorbeeld naar tuincentra gaat, dat je ook bijvoorbeeld dit soort terraria-achtige potten vindt. Maar die bestaan zelfs in een pot die helemaal afsluitbaar is, zodat je die op de oncologieafdeling of op de intensive care zelfs kan toepassen. Maar juist het contact met het levende en de veranderingen is dus heel belangrijk voor ons welzijn. Ik weet niet of jullie een idee hebben waar dit zou kunnen zijn. Dit is bij Ferrari. Ferrari heeft een hele groene werkomgeving, zowel binnen als buiten. Dat is voor hun medewerkers. Die zijn productiever, die maken minder fouten. Dit is in de assemblagehal waar de motoren in elkaar gezet worden. En wat blijkt? Dat een klimaatinstallatie in samenwerking met groen is beter in staat om de luchtkwaliteit en de temperatuur constant te houden dan alleen een klimaatinstallatie. En dat is ook, ja, bedrijven doen dit. Want als je kijkt naar de totaal van de zakelijke operationele kosten, als je die stelt op 100, is 1% vaak maar energie, 9% is huur en 90% is personeelskosten. En dan kan je met groen, kan je daar een verschil mee maken. Want groen heeft bijvoorbeeld bewezen heel veel effect op de luchtkwaliteit. En dat is dan met name op de luchtvochtigheid. Bijvoorbeeld met beplanting kun je op een efficiënte manier, kun je de lucht in de winter kun je naar 17% hoger kun je brengen. Daar is een vorige keer een heel interessant webinar over gegeven over luchtkwaliteit. Zou ik aanraden om ook terug te zien. Maar luchtkwaliteit, als je het nu ook praat over COVID. Als de lucht vochtiger is, dat doet ook iets met je slijmvliezen, waardoor je gewoon meer weerbaar bent. Want we willen eigenlijk niet, dit wordt vaak een natuur- of een kantoortuin genoemd, maar we zitten vaak, we denken voor 60% binnen, maar wel voor 90% binnen. Dus het is heel belangrijk om je werkplekken, zowel thuis, maar op kantoor, anders te doen. Er zijn ook interessante mogelijkheden, die kun je terugvinden in het handboek staan diverse mindmaps. Die zijn heel handig als je met een ontwerpteam spreekt of dat je bijvoorbeeld een facilitaire manager hebt. Als je samen een gebouw wil vergroenen, dan is daar eigenlijk alles aangegeven, zoals meervoudig ruimtegebruik, wat je allemaal met groen kan doen en dan onderbouwd met wetenschappelijke handige informatie en natuurlijk ook weer heel veel praktijkvoorbeelden. Dit is bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld. Temperatuur is een aandachtspunt. En in plaats van met alleen bijvoorbeeld zonwering te werken, waardoor je geen daglicht hebt, kun je bijvoorbeeld aan de buitenkant met groen werken, wat schaduw geeft, of aan de binnenkant. En een voordeel is dat ook door groen, door de verdamping, wordt er ook iets gedaan aan de warmte van de zoninstraling. En alleen een zonwering, die doet dat niet. Een andere hele belangrijke functie voor gebouwen is natuurlijk een ontmoetingsfunctie. Zo zullen bedrijven wellicht in de toekomst ook vooral een ontmoetingsplek zijn. Dit is ook bij Erasmus MC.
Die heeft ook een hele grote groene ontmoetingshal. Waarom? Omdat mensen van ver moeten komen bij een academisch ziekenhuis. En groen veraangenaamt de wachtbeleving. Maar daarnaast wordt deze ruimte ook heel veel gebruikt door medewerkers en studenten om te overleggen. Een andere interessante ontwikkeling is hier. Bijvoorbeeld een bedrijf heeft ook met het oog op de toekomst een deel van de parkeerplaatsen opgeofferd en daar een tiny forest van gemaakt. Dat is een systeem hoe je in 10 jaar tijd door beplanting op een bepaalde manier te combineren een bos kan groeien in 10 jaar. Wat ook heel weinig onderhoud heeft. Dus dat doet iets voor het klimaat, dat doet iets tegen hittestress. Maar dit wordt ook een ontmoetings- en werkplek buiten voor de medewerkers. Wat een prachtig voorbeeld daar is, en dat zou ik ook aanraden, zijn allemaal filmpjes ook die je kunt bekijken, is Park 2020. Dat is een bedrijvenpark wat helemaal ingericht is op gezonde medewerkers met buitenwerkplekken. Je hebt zelfs tafeltjes, daar kun je verse kruiden tussen plukken in de lunch. En daarnaast is het ook helemaal een van de eerste circulaire bedrijvenparken, waar bijvoorbeeld al het water wordt hergebruikt. Daar kun je ook heel veel mee doen. Dit zou je misschien niet denken, maar dit is de bierbrouwerij La Trappe. Die gebruikt evenveel water als 5000 huishoudens. En met planten kun je dus ook op een duurzame manier het water zuiveren. En nu hebben ze maar de helft van dat afvalwater. En als je nu op excursie gaat door de bierbrouwerij, ga je dus ook door die kas. Een andere manier is nu, er wordt veel gebouwd, maar als je nu gaat bouwen, dan moet je voor de wateropgave compenseren. En er zijn daken, zoals dit polderdak, dat het water kan opslaan. En het is zelfs gekoppeld met de weersverwachting. En dan wordt het water hergebruikt voor bijvoorbeeld spoelen van de wc's, maar ook voor binnen- of buitenbeplanting. En wat heel interessant is, is dat het dak tegelijk gebruikt gaat worden als een pauzeplek. En dan is ook heel leuk, om alle klimaatinstallaties is een interessante looproute gemaakt. Wat veel mensen niet weten is, als je kijkt naar de energiekosten van grote bedrijven, is 5% is dat liften. En in het kader van gezonde gebouwen kun je dus natuurlijk je trappen naar voren halen, daar de aandacht om meer te lopen. Maar er zijn allerlei mogelijkheden die weinig vloeroppervlakte innemen om ook die trappen aantrekkelijk te maken. Sterker nog, er zijn ook groene wanden die voldoen aan de hoogste certificeringen qua brandveiligheid. Dus je kunt ook het traplopen op die manier stimuleren, aantrekkelijk maken. Een ander belangrijk aandachtspunt is voor prettige, gezonde gebouwen is geluid. Als je kijkt naar productiviteitsverlies, wordt bijna 66% veroorzaakt door geluidhinder. Daar kan je veel mee doen met groene daken, die je misschien in eerste instantie als natuurdaken aanlegt. Maar mensen kunnen een verschil van 5 decibel al horen. Een gewoon sedumdak kan al een reductie van tot 10 decibel veroorzaken. Dat betekent dat het geluid minder hard is. En een natuurdak zelfs tot 46 decibel. En je kunt je voorstellen, als je in een omgeving zit met veel hinder van verkeer of van trams of vliegtuigen, trillingen, daar kan echt een natuurdak een groot verschil maken. Bij binnengroen dan kunnen groene wanden, maar dat heeft dan vooral te maken ook in de combinatie met het substraat. Die kunnen ook een verschil maken en dan vooral in de frequentie van de spraakverstaanbaarheid. Als je kijkt naar losse planten op zich, doen die niet zoveel, maar die maken wel dat de ruimte als aantrekkelijker wordt ervaren, zodat ook het geluidhinder als minder wordt ervaren. Nou, dan is er natuurlijk een belangrijk aspect is onderhoud. Nou, er zijn ook allerlei systemen, zowel voor dakgroen, gevelgroen of binnengroen, die helemaal met sensoren werken, helemaal automatisch. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van binnengroen, waarbij het groen zelf eigenlijk in de irrigatiesysteem is opgenomen. Je ziet daar ook kroonluchters, die dus worden vanzelf van water en voedingsstoffen voorzien, zodat je ook groen kan realiseren op plekken waar je minder bij kan.
En dat is natuurlijk ook belangrijk om daar wel tijdig met groenprofessionals over te praten. Want natuurlijk ook beheer heeft natuurlijk ook hè, onderhoud. Dat je dat goed samen afstemt en straks ook voor de investering. Wat ook interessant is, is dat er een hele mindmap is opgenomen. Als jij bijvoorbeeld zit met bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen, zoals de Sustainable Development Goals. Hoe kan je dat realiseren? Dan kun je dat als een filter over het model heen leggen. En dan vind je in de handleidingen bij de 19 thema's allerlei inspiratie. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor de BREEAM en voor de WELL. Dus dat kun je heel goed samen gebruiken. En daarnaast is er ook nog een heel hoofdstuk met allerlei praktische aandachtspunten en tips waar je aan kan denken. En dat gaat echt van vloerverwarming tot op het moment van opleveren. En hierbij zie je eigenlijk een overzicht van alles wat mogelijk is. En daar zullen straks de andere sprekers dieper op ingaan. Het hele handboek is compleet gratis digitaal in te zien op de website van VAG onder Kennisbank. Het levende gebouw. En als je het in print wil bestellen, dat kan handig zijn, hè, omdat je de mindmaps wil gebruiken. Dat kun je ook vinden op de site. Dus dit was even heel kort wat ik jullie wou meedelen. Dankjewel. Klap, 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 klap. Dat is het rare, hè? Zo'n webinar. Ja. Er zitten allemaal mensen in de zaal en die stellen ook allemaal vragen aan je. Heel goed, ja. En daar ga ik een paar van. De eerste vraag kwam eigenlijk na 2 seconden. Wat bedoel je eigenlijk met het levende gebouw? Nou, ik geloof niet dat we die nog hoeven te antwoorden. Want daar ging jouw hele verhaal eigenlijk over. Een aantal mensen vragen, ja, waar vind je dat onderzoek eigenlijk? Staat dat ook in dat boek? Of? Ja, het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Je vindt sowieso in het boek ook wat bronnen zijn. En het boek is eigenlijk ook gebaseerd op heel veel bronnen. Onder andere van Wageningen, maar ook nog van veel meer andere partijen. En eigenlijk wat we gedaan hebben, is juist dat wetenschappelijke onderzoek eigenlijk op een hele handige manier gecombineerd met praktijkvoorbeelden hoe je het doet. Want daar gaat het eigenlijk om. Er is best wel veel bekend, maar hoe doe je het dan? En daar zie je dus ook die praktijk voorbeelden over. Ja. Die handige mindmaps. En die mindmaps in gesprekken, omdat bijvoorbeeld, ik ben nu even ingegaan op geluidhinder, maar dat is niet altijd bekend. Maar ja, dat kun je wel ook stapelen als extra meerwaarde. Ja. En er vroeg ook iemand van, nou, ik zie wel heel veel groen, maar er is niks eetbaars. Er is ook een hele tab met voedsel en bloemen. Maar zoals ik zei, in het hele handboek staan meer dan 400 voorbeelden. En een van de 19 thema's is juist ook voedsel en bloemen. Dus er staat ook... Er staat ook absoluut informatie in over eetbare daken, eetbare bloemen en ook een aantal inspiraties over eetbaar binnengroen. Oké, nou gelukkig. Ik kon niet alles vertellen. Nee, zo kort. Zijn er nog vragen die ik heb gemist? Even kijken. Nou, waar vind ik het allemaal? Dat hebben we allemaal al gezegd. Ik zie, dat is dat eetbare groen. Ja, het onderzoek van Jolande. Maar zijn allemaal mensen ook Mark gaan helpen bij de chat, zie ik. Ja. Met het antwoorden van de vragen. Adviseer je ook bij binnentuinen? Nou, dat is natuurlijk ook gewoon onderdeel van een levend gebouw, neem ik aan. Het levende gebouw gaat dus over groen, op, aan, in en ook een deels bijgebouwen. Ja. Nou, dan denk ik dat ik de meeste vragen van het publiek wel gehad heb. En misschien wel leuk dat het levende gebouw ook heel erg gebruikt wordt in diverse opleidingen. En dat gaat van groene mbo tot en met TU Delft. Dus het is wel, juist omdat het zo integraal en compleet is met die mens, dat op heel veel gebieden gebruikt wordt. Ja, maar dan nog, hè, ik stel nou even een vraag die niet gesteld is. Ja. Ik ben een projectontwikkelaar, ik start een gebouw, ik kom er over het leven, ik heb allemaal hartstikke leuke liflafjes, dat groen. Maar wat kost dat? Kost dat nou niet veel meer dan gewoon zo'n grijze kantoortuin? Nee, maar dat hangt er vanaf hoe je de waarde kan stapelen. Want bijvoorbeeld een groen gebouw heeft al waarde in de aanloopfase. Hè? Want we zien dat
tenders en plannen worden eerder goedgekeurd. Je kunt bijvoorbeeld met groene gevels besparen op de binnen- en de buitenafbouw. Je ziet ook bijvoorbeeld bij groene dakparken dat die enorm hebben bijgedragen aan bijvoorbeeld dat in de omgeving horeca, winkels, noem maar op, hè, dat die beter omzet hebben, minder politie, minder schade aan gebouwen. En je ziet nu bijvoorbeeld ook dat... En daar is allemaal keihard bewijs voor. Daar zitten allemaal voorbeelden en bewijzen in. Ja. En je ziet nu ook bijvoorbeeld dat zelfs verzekeringsmaatschappijen als Interpolis, hè, dat die ook meedoen in samenwerkingen van groene daken, omdat zij ook inzien, er is gewoon minder overlast en schade in combinatie met groene daken. Ja, maar nou heb je het echt zeg maar over die buitenkant, maar ook binnenin lijkt me. Hè, want je had het over dat mensen uitgenodigd werden om trap te lopen. Ja. Dat het voor de medewerker, omdat personeelskosten toch de hoogste kostenpost waren. Ja. Dat heb ik te horen zeggen. Ja. Is daar ook al echt bewijs voor? Dat er zijn onderzoeken die dan met name bijvoorbeeld het ziekteverzuim meenemen. En daar kun je dus op rekenen. En zeker bij bedrijven die wat groter zijn, hè, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, de meeste bedrijven hebben iets van 2 tot 3 euro per medewerker, hè, als je al het onderhoud meerekent. En als je dat zeg maar naar een meer, zoals wij levende gebouwomgeving zouden maken, is dat 30 of 40 euro per medewerker. En dan zie je dat ook al, nemen we het heel voorzichtig, het ziekteverzuim, dat je dat eigenlijk wel kunt compenseren. Naast, er zijn natuurlijk getallen die je meer kunt verzilveren. Naast ook bijvoorbeeld, hè, dat jij als werknemer gewaardeerd wordt omdat je aandacht hebt. Dus er zijn, met groen zijn er heel veel waarden te stapelen. Ja. En dat kan eigenlijk toch alleen met groen. Zeg maar. Oké. Okay. Ja. Ja. Juist omdat we zo gemaakt zijn vanuit die, klopt, die genetische make-up. Ja. 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 Nou, dankjewel, Kim. Graag gedaan. We hebben het echt perfect binnen een half uurtje gedaan. Maar er komen zo meteen 4 fantastische gebouwen langs die 5 minuten per pitch krijgen. Dat gaat natuurlijk toch een beetje mis, verwacht ik. Dus die 3 minuten die we nu winnen, die zijn zeer welkom. En mensen kunnen altijd nog vragen. Ik klap even voor je. Dank je, en dan, graag gedaan. Gaat nu, jij gaat even opstaan en dan komt Tjeerd Schee van Kopijn, komt jouw plaats innemen. Oh, dat gaat zo. Hallo? Zo. Goedemiddag. Zit er in één keer iemand anders naast me? Ja. Kan je even heel kort vertellen wie jij bent en wat jouw bedrijf doet? Ja, ik ben Tjeerd van der Schee en ik ben directeur van Kopijn. En Kopijn heeft 3 bedrijven. Een landschapsarchitectenbureau, een realisatiebedrijf en een BAM-specialistenbedrijf. En daarmee zijn we vooral bezig om vitale leefomgevingen te ontwerpen en te maken. Binnen en buiten. Binnen en buiten. Juist. Nou, en jullie hebben een heel mooi hotel opgeleverd. Hotel Jakarta. Ja. En ik ga eventjes alvast dit een beetje aanzetten. Dan gaan we naar de volgende sheet. Want dat is jullie werk. Is dat dit hotel? Nee, toch? Nee, dat is het Rijksmuseum. Kijk, tuin. Dat hebben jullie ook gedaan dus. Ja. Ja. Dus je hebt er stiekem nog een gebouwtje in gefietst. Ja. Nou, je kan zelf op de knopjes drukken. Ik geef jou gewoon even 5 minuten om het verhaal van Hotel Jakarta en het Rijksmuseum te vertellen. Nou, het Rijksmuseum leeft vooral door de schilderijen volgens mij die erin hangen. Ja, zeker. Er zit niet zoveel groen in. Nee, wij zijn, als het om een levend gebouw gaat, zijn wij gevraagd door Westcourt Hotels. Dat is de eigenaar van Jakarta Hotel, om de tender die zij wonnen destijds met een inspiratie van de Hortus Botanicus in Amsterdam, om dat hotel, die droom ook te realiseren. En ze hadden niet alleen een droom om het levend te maken, maar ook heel duurzaam. Dus ze hebben ingezet op het duurzaamste hotelgebouw van Nederland. De plot bevond en bevindt zich op Java Eiland in Amsterdam. Waar het Jakarta Hotel ook bij past qua naam. Ze hebben daar vroeger natuurlijk de verbinding gehad met het oosten. En het idee van de tender was om ook een... Gerust, ik een zit hotel, je alleen af en toe, zet ik ons samen in beeld bij. Om een hotel te ontwikkelen waarin een tropische binnentuin ook belangrijk zou zijn. Maar wat ik niet alleen inspirerend vond bij dit project, als het gaat om...
Zijn we nog in beeld? Ja, daar. Niet alleen geïnspireerd te worden door het groen, maar ook door de bouwmethodiek. Dus wat interessant is om even te laten zien, is dat het hotel in de kern in hout is gebouwd. En ze hebben die houten hotelkamers, waar je hier naar kijkt, in prefab elementen in een fabriek gemaakt. Die hebben ze vervolgens op vrachtauto's gebracht naar de hotellocatie zelf. En daar hebben ze eigenlijk als Lego steentjes in elkaar gezet. Waardoor er ook heel efficiënt, maar ook heel duurzaam is gebouwd. En dit kan je ook weer afbreken zo. Dit kan je ook weer afbreken zo. Ja, het is remontabel, zoals dat zo mooi heet. Ja. Nou, dit is een beeld van het hotel uiteindelijk op Java, op de kop van Java-eiland. En aan ons was dus de vraag om het ontwerp van een hele grote tropische binnentuin te vertalen naar een technisch ontwerp en vervolgens om het ook te maken. En dat was best wel uitdagend, omdat je ten eerste in een weerwar van partijen aan de gang was. Iedereen liep dwars door die tuin heen. En ondertussen moest er ook nog best wel goed worden nagedacht over hoe realiseer je dit nou. Want er mocht natuurlijk, zoals vaak in binnentuin en gebouw, niet te veel belasting in, constructief. En dus hebben we met de Tempex onder andere een oplossing gemaakt om het goed gefundeerd te krijgen. En daarna met de daktuinsubstraat een basis gecreëerd, waardoor we een tuin konden gaan bouwen. En vervolgens realisatie levert dat eigenlijk dit plaatje op. Ik zal een aantal plaatjes doorklikken. Maar een plaat waarbij de meeste mensen die zich in het hotel begeven vaak een selfie maken met de tuin op de achtergrond. Waar heel slim ook gebruik is gemaakt van een aantal verduurzamingen. Er is onder andere een bassin gecreëerd in de kelder van het hotel om regenwater op te vangen. En dat regenwater dat wordt gebruikt voor de sprinkler enerzijds. En als er voldoende regenwater in het bassin zit, wordt het ook gebruikt om de tuin water te geven. Dus we hebben dus zowel een grijs toevoeging als een traditionele water toevoeging. En de tuin loopt eigenlijk door het gehele hotel door. Dus overal waar je in het hotel komt, of dat nou beneden is in het restaurant, of bij de bakkerij die er ook in zit, of dat je bij de entree binnenkomt, of dat je op hoogte bent, overal heb je een ervaring met de tuin. Ik vind het prachtig. Ja. En dat mogen we nog steeds onderhouden na 2 jaar. Dus dat is ook heel mooi om dat levende gebouw uiteindelijk te zien leven, letterlijk. Ja. Excuus. Ja, wat ik dus zelf heel grappig vind. Wat ik zelf heel grappig vind, is dat we hebben het over een levend gebouw, over een natuurlijk gebouw. En wat jij laat zien, is dat er natuurlijk heel veel ingewikkelde techniek bij komt kijken. Dat het helemaal niet vanzelfsprekend zo mooi en zo natuurlijk wordt. Is dat ook bij jullie steeds meer in het bedrijf zo? Dat de klanten vragen naar iets wat er heel natuurlijk en vanzelfsprekend uitziet. En dat je technisch eigenlijk voor steeds grotere uitdagingen komt te staan? Ja, dat klopt. Dat is inderdaad. Vroeger mochten we daktuinen buiten bijvoorbeeld maken met een meer dan een meter dakpakket. Volle grond. Ja. In de jaren 90. En tegenwoordig is het daktuin substraat en 30 centimeter waar je het vaak mee moet doen. Ja. Dus dat is technisch lastiger. En logistiek is het steeds lastiger. Want we bouwen zo in Amsterdam op natuurlijk wel hele logistiek lastige plekken. Dus je moet die palmen van 10 meter naar binnen krijgen op het moment dat de gevel al bijna dicht is. Dus je moet ook veel meer nadenken over logistiek in je aanleg. Ja, ja. Nee, zo is er ook nog een vraag. Is de verlichting in de dakconstructie balken ondersteunend licht voor de beplanting? Het is prachtig. Goeie vraag, goed opgemerkt ook. Ja, we hebben wat licht nodig, want als je het hebt over technische uitdagingen. Ja, licht is er één. Dan is licht één. En vooral ook omdat we, en volgens mij een van de andere sprekers van mij gaat er ook nog wat over zeggen. Vooral ook omdat je steeds meer glas ziet wat voor minimaal de helft wordt gebruikt voor het opwekken van zon. Hier zitten ook geïntegreerde zonnepanelen in het glas. En daardoor heb je te weinig daglicht. Oh, dat blijft dan in dat glas wordt hangen. Gefilterd. En dan filteren ze ook nog eens tegen natuurlijk UV. Dus het glas is steeds meer eigenlijk een probleem. Waardoor je inderdaad vaak kunstlicht nodig hebt. En dit hotel is een van de eerste, denk ik, grootschalige projecten geweest waar we met groeiled hebben gewerkt. En dat zit inderdaad geïntegreerd. Dat heeft de vraagsteller goed gezien. Groeiled heeft een bepaalde kleur, toch?
Dat is niet wit. Er zit zoveel mogelijk volledig spectrum natuurlijk in aangebouwd. Maar als je daar loopt, ervaar je dat niet als een kleur. Roze, nee, dat je niet in zo'n roze kast loopt. Nee. Even kijken, nog één vraag kunnen we wel doen. Wat is jullie grootste uitdaging qua onderhoud? Ja, ook een mooie vraag. Dat is voor ons dat de Hortus Botanicus in eerste instantie heel principieel heeft ontworpen dat er alleen maar native Aziatische soorten in de tuin mochten. En daardoor hebben we ook soorten moeten toepassen die wij normaal gesproken wat minder snel zouden toepassen. Ja. Ja, en daar leer je van of het uiteindelijk werkt of niet. Of het klopt dat wij ze nooit toepassen omdat het namelijk niet werkt. Of omdat er soorten tussen zitten die uiteindelijk toch blijken te werken. Dus dat is voor ons een uitdaging om met nieuwe soorten te werken. En het is een hotel, dus er lopen veel mensen in en uit. En dat is met ziekte en plagen natuurlijk altijd een uitdaging. Ja, maar nu heb je dat gedaan dus, hè, met die native soorten. Ja. Dat leidt vast tot een heel mooi logisch plaatje, hè, dat de planten goed bij elkaar passen. Ja. Ga er eens iets op in. Zijn de planten vreselijk gebleken? Of, ja, er zijn een aantal planten en ook wel een wat groter formaat waarbij we hebben moeten constateren dat die het door ziekte of gewoon door de groeiplaats niet goed genoeg hebben gedaan. Dus die zijn inderdaad vervangen. En dat doen we dan in overleg uiteraard met de opdrachtgever. Ja. Ja. Ja, maar dat heb je natuurlijk altijd bij dit soort grote dingen. De laatste vraag is bij jullie ook bekend of er daardoor nou meer gasten zijn gekomen? Ja. Nou, als je in Amsterdam een hotel begint en er is geen corona, dan hoef je je niet zorgen te maken over het aantal gasten wat komt. Dus ik denk dat dat moeilijk meetbaar is. Wat je wel ziet is dat dit hotel in Amsterdam heel erg bekend is. En vaak wel om die tropische binnentuin. Ja. Terwijl er natuurlijk wel heel veel hotels zijn in Amsterdam. Dus dat, ik merk vooral als ik het noem, en we doen veel hotels in Amsterdam, ook op het hoogste segment. Maar dit hotel kennen de meeste mensen. Ja. En normaal gesproken zit het gewoon vol zonder corona. Dus hebben ze volgens mij geen niet zoveel last van. Nee, goed. Dankjewel. Geen dank. Ik vond het een prachtig gebouw. Ik kan Bart aanschuiven. Ik haal dit eruit. Hallo, Marieke. Het volgende supernatuurlijk ogende. Nee hoor, dit is echt een heel bijzonder gebouw. Bart, kan jij iets over jezelf vertellen voordat we naar het gebouw gaan? Nou, ik ben Bart Dijkman. Ja? Ik ben werkzaam bij het prachtige familiebedrijf De Ginkelgroep. Sinds 1903 bestaan wij, dus 117 jaar oud. Okay. En daar ben ik verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met groen in, op, aan gebouwen. Ja, ja. En dit kleine projectje, Dat doen we er even bij. Nee hoor, zo is het zeker niet. Ik ga gelijk naar het volgende. Oh, kijk, zie je. Dit is jouw eerste scherm. Dan kan je zelf op het klikkertje drukken. Naar beneden. Naar rechts. Ja. Nou, een icoon aan de Zuidas, dat is het inderdaad. Ja? Het is spectaculair. Helaas is het Fort Knox geworden, dus je komt er eigenlijk niet meer in. Nee. Een aantal mensen in deze zaal die zijn er geweest, gelukkig. Maar als je er bent en je ziet het, dan snap je eigenlijk wat het iconisch maakt en majestueus. Ja, want even, dit is toch dat Europese medicine ding wat uit Londen naar Europa kwam. Juist. En toen Amsterdam als vestiging. Londen, strijd Milaan, Amsterdam, Amsterdam won het. Dus de opdrachtgever is ook Rijksvastgoedbedrijf. Ja. Ik laat gewoon even wat sheets zien van begin tot eind. Het is een vrij complex werk geweest. Maar in de basis ligt er een plan van Okra landschapsarchitecten. Die het groenplan heeft gemaakt. Natuurlijk is er ook een gebouwarchitect en een binnenhuisarchitect. Maar Okra heeft getekend voor het landschappelijke lint. En dat landschappelijke lint begint eigenlijk bij de hoofdentree op de begane grond. En dat gaat eigenlijk door het hele pand heen naar de daktuin op de derde etage. Naar over de groenwand heen naar de 19e etage. Dus die klimt eigenlijk 81 meter omhoog. En dat is in het plan van Okra heel erg doorgevoerd. En dat maakt het ook wel heel bijzonder, dat je vanaf begaande grond tot bovenaan dat hele landschappelijke lint organisch en heel wilderig terug ziet komen. Want het zijn hoeveel etages? Het zijn totaal 19 etages. Het is 81 meter hoog. En de groenwand die we gemaakt hebben is 60 meter hoog. Die begint dus op de derde etage. Ja. En die is 21 meter breed. Dus totaal is het 1280 vierkante meter. En in de wand zitten ongeveer 54.000 planten. Oh, oké. Okay. Dus, klein projectje dus.
Ja, ja. Nou, dat is wel echt een serieus werk. Nou, twee dingen zijn echt opvallend voor die bouw. Dat is de bouwperiode. Binnen 18 maanden is het gebouw contractstuk, zeg maar, getekend bij de bouw. Tot oplevering is het gemaakt. De bouwtijd zelf was 14 maanden. Ja. Dus dat is echt wel een topprestatie. Wat maakt het... Er zijn twee elementen die echt opvallen. Dat is de glijbekisting van de betonnen kern. Die is in 5 weken gemaakt. En daarmee is dat bouwproces enorm snel gegaan. Die heeft er echt voor gezorgd dat in 5 weken eigenlijk de harde kern staat. Dat is het rechte plaatje om tot links te komen. En het tweede is eigenlijk dat er gevraagd is aan alle aannemers om te prefabben. Om gewoon, zeg maar, in fabriek heel veel te maken en dat ter plekke te monteren. Nou, dat hebben wij ook gedaan. Ja. Dus de groenwand bestaat uit allemaal panelen van 30 bij 100 of 60 bij 100 of 45 bij 100. We hebben hem opgesplitst in 12 segmenten. En die 12 segmenten zijn eigenlijk laag voor laag gemaakt. Dus de uiteindelijke groenwand is door ons in 6 weken gemonteerd. Dus oké, dat is snel. Heel snel, ja. 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 En dan heb je daarvoor heb je wel een hardwarefase. Nou, je ziet, ik heb wat engineeringstekeningen erbij gedaan. Je ziet, we beginnen met staal. Dan het regelwerk, dan alle afvoer- en aanvoerleidingen op de betonnen kern. Nou, dat is een bouwtijd van ongeveer 2 maanden. En dan vliegen we hier door naar de prefab elementen. En daar zit de beplanting al helemaal in. Dat is helemaal volgekweekt. Dat is volwassen als het ingehangen wordt. En dan, deze heb ik er even tussen gedaan. We hebben vooraf hebben we ook heel erg veel in BIM gewerkt om alle obstakels zeg maar uit te sluiten. BIM is eigenlijk een model waarop je alle tekeningen van het gebouw doorzicht. Dus je ziet precies waar obstakels in het gebouw zitten. Okay. Ankers of leidingen of aanvoerleidingen. En daarmee kun je faalkosten in het werk enorm voorkomen. En we hebben vooraf ook een mock-up gemaakt bij ons op de zaak. Nou, en in die mock-up zaten toch wel een paar dingetjes, met name die aansluiting met dat hardsteen, hoe breed moet het groot worden. En in die mock-up hebben we echt wel faalkosten ook weggehaald. En dat zorgt ervoor dat we in de uitvoering van het daadwerkelijke werk eigenlijk de gang gewoon goed te pakken hadden en eigenlijk geen fouten hebben gemaakt. Want die pak je eigenlijk aan de voorkant al in die mock-up weg. Het is ook weer zo'n ontzettend high-tech project dus. Het is wel high-tech, ja. Zeker. Ja. Oh, mooi hoor. Nou, hier start, dat was voor mij wel bijzonder. We zijn daar 6 dagen in de week, 24 uur per dag gaan doorwerken. De panelen komen er volgroeid aan met een bouwlift de bouw op. En als een verdieping dicht is, dan wordt die ook meteen afgebouwd. Dus het is, dat gaat zo'n hard tempo. Dat is echt gigantisch. Nou, het eerste paneel, segment 12, de bovenkant. Dit was ook wel een momentje, die zit nog vlak tegen de muur aan. En hoe verder we naar beneden komen, hoe verder die wand van de muur afkomt. Dus we hebben een harde kern en hij loopt 80 centimeter naar voren. En er zit ook een soort, hij verspringt ook. Ja. Nou, hier zie je de tussenlagen. Als je 60 meter omhoog moet, dan kun je natuurlijk niet een 60 meter hoge stijger neerzetten. Maar dan ga je in vloeren denken. Dus er zijn 7 vloeren tussen gezet. Die er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat we dat allemaal goed konden bereiken. Nou, dan zie je. Hier zie je eigenlijk de achterconstructie. En je hele leidingverloop zie je tegen de liftkern aan zitten. Ik weet niet of dat heel duidelijk te zien is. Maar je ziet de bovenste 3-4 segmenten al hangen. Maar dan zie je wat een werk er al aan de liftkern hangt. Maar dat zorgt er wel voor dat je gewoon kan prefabben en het. In zes weken tijd kan inhangen. Ja. Hier wordt 1 vloer weggehaald en een mooi doorkijkje naar beneden. En dan zie je dus, het is dus niet zo dat je van 12, van het bovenste segment 12 naar 11 naar 10 wandelt. Maar je bent van 12 naar 6, om dat tempo erin te houden. Okay. Dus je ziet hier dat 1 segment open komt zodra die stijger weg gaat. En dan ga je weer van de onderste verdieping naar boven. Ja. En met hoeveel man werkt je het eraan? Zo'n beetje 7 man. 7 man, 6 weken lang. Ja. Oké. Okay. Ja, en er zijn ook best een paar dagen tussenuit gehaald hoor. Dus je bent ook afhankelijk van stijgenbouw. Ja. Nou, dan bereik je de vloer. Ja. Dat is hem. Nou, simpel. Klein bandje eigenlijk, als je het zo ziet. Ja, heel goed gedaan. Ja. Dus het resultaat, even wat eindfoto's.
Hier zie je hem eigenlijk. Ja, je krijgt hem niet echt goed op de foto. Het is te groot. Ik heb het ook geprobeerd. Ik ben er ook geweest. Okay. Ik heb allemaal foto's gemaakt. Maar je doet je best. Maar je kan dit ding gewoon niet in één keer fotograferen. Nee. Nou, het parool kopt achter de zijgevel van het EMA. Vind ik niet hoor. Ik vind hem helemaal niet saai. Ik vind het een prachtig gebouw. Maar gaat een verrassend interieur schuil. Ja, dat is het. Ja. Dat is de verrassing van het gebouw. Het is een groenwand in het donker. Nou, cheert het net ook al over. Dat is wel... Dat is wel echt een ding. Hè? Ik bedoel, dat realiseert eigenlijk niemand zich. Dat dit een product in het donker is. Ja. En we weten allemaal dat een beplanting vitaal wordt als die licht heeft. Ja. Nou, dus er zit wel wat licht op. Dat zie je al een beetje hier. Aan die spots. Aan die spots, ja. Maar met een spot kun je... daar lever je altijd 30 tot 40 keer minder dan de zon. Hè? Per spot of met de spots als zodanig. Maakt niet uit. Nee, licht is altijd 30, 40 keer minder. Ja. Dus dat geeft al aan wat je moet doen. Omdat dan ga je wel anders kijken naar je plantassortiment. Ja, precies. Je zorgt ook dat je planten hebt die een beetje tegen het donker te kunnen. Ja, ja, zeker. En het leuke aan een groen product is, wat wij maken, is dat het natuurlijk steeds mooier wordt. Ja, ja, want ik heb het gezien vlak voordat het open ging. En als we er nu naar kijken, is het allemaal goed gegaan? Dan word je echt driedimensionaal. Hè? Dit is echt heel cool. Ik laat hem nog één keer fullscreen zien, mensen. Voordat we afsluiten. Ja, dit is vanaf 18e gefotografeerd. Dus zie je net boven de segmenten niet. Maar dan kijk je, voel je echt wel heel klein als je daar staat. Ja. Dit is echt heel erg mooi. Ja, vind ik ook. Helemaal mee eens. Klap, klap, klap. Zitten we nog binnen de tijd? Ja, we zitten nog. We gaan er ver overheen. De belangrijkste vraag die gesteld is natuurlijk van doen jullie ook het onderhoud? Ja, we hebben ons gecommitteerd voor 20 jaar aan het project. Ja. Inclusief alle garanties. Ja. Dus daar lopen wij zeker niet voor weg. Ja. Dus als daar iets fout gaat, dan lig ik daar zeker wakker van. Maar het gaat niet gebeuren. Het gaat heel goed. Ja. Alles is goed bedacht aan het begin. En tot op heden is iedereen heel erg tevreden. En wij ook. Er zijn nog geen... Ik slaap nog steeds heerlijk. Ja. Dus niks aan de hand. Nou, heel fijn om te horen. Dit was dus weer zo'n levend gebouw. Wat eigenlijk ook weer super high-tech was. Want dit kon een paar jaar geleden niet, dit soort dingen. Zo'n grote groene wanden. Nee, 10 jaar geleden had niemand dat aangekomen. Nee, precies. Dus dat is ook, dus dat we nu naar die levende gebouwen gaan, komt ook omdat we een heleboel technieken eigen hebben gemaakt. Over water geven, over substraten, waar de plantjes in groeien. Ja, met name ook de groenwanden. Hè, dat, de techniek al van groenwanden snappen we veel beter. Ja. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Komt nu nummer 3. Hogeschool in Leeuwarden. Ja, Ilko, ga lekker zitten. En vertel jij ook iets over jezelf. Je bent van Green Fortune en van Donkergroen. Ja. Klopt inderdaad. Nou, ik wil allereerst even beginnen met de twee projecten die we nu net gezien hebben. En wat we nog gaan zien. Ik echt super mooi vind zelf ook. Ik ben altijd heel erg enthousiast van als ik mensen erover hoor vertellen. En als ik er foto's ervan zie. Dus je tipte het net ook al even aan, Marieke, dat 10 jaar geleden was het allemaal eigenlijk nog, stond het in de kinderschoenen. Ja, en als je ziet wat er nu gerealiseerd is en nog in de pijplijn zit, dat het wel echt een hele toffe ontwikkeling is om het allemaal mee te maken. Dus dat het niveau echt behoorlijk omhoog is. Maken de stad op deze manier ook echt groen. Ja, je ziet dat echt gebeuren. Nou, dus dat gaat, Kim zit lekker op de actualiteit met het groene gebouw. Ja. Het is volop bezig. Ja. Nou, en even wie jij bent. Ilko Schutter. Ik ben 12 jaar geleden begonnen in Nederland met Green Fortune. En dat is sinds 2 jaar onderdeel van de Donkergroep. Green Fortune gaat nu als een merk verder binnen de Donkergroep. Donkergroep is een groot landelijk werkend hoofdnieuwsbedrijf. Ja. En ik ga zelf weer meer bezig met innovatie en ontwerp binnen die groep. Om dit soort leuke technische dingen bedenken dus. Ja, techniek, maar ook concepten, ideeën, noem het allemaal maar op. Nou, dan gaan we even naar jouw presentatie. Ja. Ik geef even het volle scherm. En vertel eens even over dit mooie project. Ik ga met de knopjes Ja, jij kan gewoon op rechts klikken en dan... NL Stenden is een project wat wij hebben eigenlijk het groenplan voor hebben gemaakt. We hebben het geïngineerd, we hebben het aangelegd en we onderhouden het nog altijd. En het was toen een van de grootste projecten die we gedaan hebben. Als je het eigenlijk vergelijkt met wat er al eerder is langsgekomen, dan is het een mooi project. Maar niet meer zo uitstekend als,
of sowieso onderscheidend als het was toen ik realiseerde. Om de ontwikkelingen aan te geven. Dus begin niet met excuses, want nee. Je hebt er prijzen mee gewonnen. Ja, dat, nou, mooi bruggetje. We hebben hier vorig jaar de ILO Award hoofdprijs mee gewonnen. Dus dat is gewoon heel tof en ook een mooie erkenning voor wat we daar gedaan hebben. Het heeft behoorlijk wat inspanning gekost om het allemaal voor elkaar te krijgen. Het is dus een hogeschool. De architect is BRT-architect, wilde ze toch even benoemen. Dus die kwam eigenlijk met het plan van willen veel groen in het gebouw. En die hadden wat goede ideeën erover. We hadden met hen eerder al samengewerkt bij In Holland, een andere hogeschool in Alkmaar. Waar we ook echt hele toffe verticale tuinen hebben gemaakt. En nou, dat is heel leuk om te merken als ze ons nu weer benaderd hebben. Om hierin iets te gaan doen. Het project bestaat eigenlijk uit twee grote groene gevels buiten. En twee grote groene wanden binnen. Plus nog een aantal gewoon interieurbeplanting in bakken die onderdeel zijn van het interieur. Ja. Ik kan het hier een beetje zien. Ik focus dan vooral op het binnendeel. Het leuke is, het was een oud gebouw. En wat ze gedaan is, ze hebben nog een volume daarvoor geplaatst. Waardoor eigenlijk de gevel van het oude gebouw was ineens een soort binnenwand geworden in het nieuwe gebouw. Ah. En dat was ook een heel belangrijk verkeersgebied. Dus heel veel mensen lopen daar langs. Als je binnenkomt hier boven of hieronder. Ja, dat kan je weer niet aanwijzen. Maar goed, ik zie hier groen. Ja, reken. Zeg maar, je komt eigenlijk altijd als je dit gebouw binnenkomt. Dan kom je op deze as kom je uit. En okay. Daar gebeurt dus al het groen. Dus eigenlijk een soort van groene vallei eigenlijk in het hart van de uitbouw. Waarbij we dus twee groene wanden hebben lopen. Eentje loopt hier langs de gevel en eentje loopt hier langs de oude gevel. Dus dat heldere groen, dat is jullie werk. Als precies, ja, inderdaad. Ja. En die donkergroene bak, dat zijn bakken. Dat is ook iets wat we gedaan hebben. Kom ik zo nog eventjes op. Ja. Dat zijn oude balkons. Omdat dit een oude gevel was, zaten er ook balkons aan. En die hebben eigenlijk omgevormd tot interieur. Of tot grote plantenbakken. Tot plantenbakken, ja, inderdaad. Wat grappig. Dus automatisch geïrrigeerd, gekoppeld aan het irrigatiesysteem wat we ook voor de groene wanden gebruiken. Dus op die manier heb je echt een hele gave mix van plantenbakken en verticaal groen. En als je nou achter die lokale zit die je hier ziet, een beetje aan de ja, waar nu het licht aan is. Precies. Ja. Dan kijk je eigenlijk gewoon in een soort van jungle, wat natuurlijk een heel mooi effect geeft. Daarbij is dit project helemaal gepowered door daglicht. Er werd net al veel genoemd van kunstlicht is noodzakelijk vaak. En dat is ook zo. Houden hier wel het voordeel, er zit een lichtstraat eigenlijk boven het hele atrium waar die wanden zijn gerealiseerd. Ze hebben gezegd van we gaan gewoon voor daglicht. Ben je wel wat beperkter in de beplantingskeuze die je hebt. Maar dat kwam op zich wel goed uit, omdat we gezegd hebben hier, er gebeurt zoveel in deze ruimte en we willen dat de beplanting een mooi onderdeel is van de ruimte, maar ook gewoon rust geeft. Dus we gaan voor een eenvoudig beplantingspatroon. Dus we hebben iets van 3 basissoorten gebruikt, plus nog wat varensoorten, om te voorkomen dat er een soort van kermis ontstaat van alles en nog wat. We willen het hier gewoon rustig houden juist. En natuurlijk zijn die soorten die we gebruikt hebben, die sluiten dan ook heel goed aan bij het feit dat je alleen maar daglicht hebt. Zodat het op sommige plekken wel iets donkerder is en in de wintermaanden ook natuurlijk iets minder licht voorhanden is. Dus er zit geen kunstlicht in dit project? Nee. Het is allemaal, okay. Het is allemaal op daglicht inderdaad. Dat gaat gewoon erg goed. Dus het groeit lekker al een aantal jaren. Wat verder, ik denk ik cruciaal is voor goede projecten, als het gaat om groen, is dat het geïntegreerd wordt in het ontwerp. Dus dat het niet een soort van losse toevoeging is later, maar dat het gewoon een cruciaal onderdeel is van het ontwerp. Dat het meegenomen wordt in het interieur, dat de bakken gewoon niet los zijn, maar gewoon geïntegreerd zijn. Een geïntegreerd onderdeel van het interieur. Dat is een mooie groene wanden, die zijn bij uitstek al onderdeel van het interieur. Maar ook het gebruik van die balkonbakken bijvoorbeeld is daar een mooi voorbeeld van. En ik denk als je dat doet, dat zie je bij Jakarta, dat zie je bij EMA, wat we nog gaan zien, is het ook gedaan. Dan werkt het gewoon supergoed. Ja, dat vind ik hier ook heel sterk. Vind ik heel mooi hier ook. Ja, precies. Dus langs de centrale trap die hier naar boven gaat, die je hier ziet, er zijn ook weer plantenbakken meegenomen. Die planten die groeiden helemaal bij de trapleuning op. Dus op die manier krijg je gewoon een heel levendig verhaal. En dat werkt natuurlijk goed. Om dan even te gaan naar...
eindresultaat, of althans de laatste sheet, want het is maar op het hard gedrukt dat ik heel kort moest houden. Dus ik dacht, ik maak heel braaf vijf sheets. Ik wist dat we uit zouden lopen, maar ik wil ook een beetje ieder project wel een beetje aandacht geven, want het zijn zulke mooie projecten. Maar gewoon dat eigenlijk het resulteert in enthousiaste gebruikers. Mensen die gewoon tof vinden dat ze hier les krijgen in dit gebouw of dat ze hier werken. Dat zag je met name in het begin, dat er echt op Instagram allerlei foto's werden geplaatst waarin die wandelangs kwamen, dat er filmpjes tegenkwamen, social media van... Ja. Kijk eens hoe tof het is hier en ik heb hier gewoon les en wauw, wat gaaf. En dat doet ons natuurlijk ook goed, want dan weet je gewoon dat een project gewoon geslaagd is. Wat voor soort hogeschool is dit? HBO is dit. Ja, maar ik bedoel, wat voor soort vakken? Van alles en nog wat. Ik geloof marketing, communicatie tot aan bouwkunde. Zowel de behoorlijke... nerds als de alfa, zeg maar. Ja, er loopt van alles rond inderdaad. Ja. En die reageren allemaal, vinden ze dit een... Ja, ik heb ze niet allemaal gesproken. Maar nee, maar je hebt niet dat je het gevoel hebt van het zijn allemaal die communicatiemensen die het heel mooi vinden. Nee. Okay. Nou, er zit ook hospitality, is wel een groot onderdeel van de opleidingen daar. Dus die hebben natuurlijk wel een neusje voor dit soort de vibe op een plek. En ook die zijn enthousiast. En dat is eigenlijk wat ik over NL Standing kan vertellen. Ja, ik zie geen specifieke vragen waarvan je zegt... Nou, dat is een helder verhaal natuurlijk. Ja, een heel helder verhaal. We onderhouden dat verder nog met de donkergroep. En dat gaat ook allemaal prima. Natuurlijk heb je altijd je... Het is wel interessant, dit zijn dus gewoon planten die met deze deze lichtomstandigheden kunnen omgaan. Ja. Want het is nu natuurlijk heel grijs licht. Ja. En dan krijgen zij ook met zo'n lichtstraat en ook om het hoekje gewoon goede voldoende licht. Je merkt dat natuurlijk in de herfst, als je de donkere maanden ingaat, dan ook in de irrigatie gaan we wel wat stapjes terug doen. Op die manier kunnen we het wel gewoon goed houden. En in de zomer zien we natuurlijk veel meer in het voorjaar dat er veel meer uitlopers zijn. Ja. Maar op zich, die dynamiek geeft ook wel weer wat. Ja, het is levend. En, we zien nu al 3 jaar lang dat we op deze manier de kwaliteit hoog kunnen houden. Nou, super bedankt. Ja, graag gedaan. En dan gaan we naar het laatste gebouw. En dan lopen we dus bij deze officieel een paar minuten uit. Maar ik denk dat het de moeite waard is. Hallo. Ja, hallo. Ja. Kan jij jezelf even voorstellen? Ja, zeker. Ja. Ik ben Gert-Jan Middelie en ik werk bij Van Zolloveniers als projectadviseur. En van de Tolhoveniers, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we zijn een randstedelijk hovenier met 3 vestigingen die Amsterdam, Rotterdam en Utrecht mooie projecten kunnen maken. Ik weet iets van het vak en je hebt interieurplanters, je hebt dak- en gevelbegroeners en je hebt hoveniers. En jullie zijn dus in ieder geval hoveniers, maar in dit project is daar een aparte tak dak- en gevelbegroening actief geweest? Of? Ja. Nee, dat is ook wel een van mijn specialiteiten, de daktuinen. Nou, we gaan een filmpje bekijken. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Waarin we vrij kort kunnen zien, vrij snel kunnen zien wat dit project allemaal inhoudt. En dan komen we daarna weer even terug en dan beantwoorden we wat vragen. Eens even kijken. Volgens mij moet ik hierop klikken. Thank you.
niet. Oh. Ja, we zijn er weer. We hebben de aftiteling een klein beetje afgekapt. Ja. Nou, ik geloof niet dat we zoveel vragen krijgen als wel heel veel complimenten. Dat dit toch wel een heel mooi project is. Een project waar we heel trots op zijn. Ja. Dat we mogen maken. Ja, ja. Weer zo'n iconisch Rotterdams project, zou je kunnen zeggen. Ja. Nee, echt heel gaaf om daaraan te hebben mogen werken. Ja, en ging het allemaal gelijk fantastisch? Of waren er ook wel wat uitdagingen die niet in het filmpje terecht zijn gekomen? Ja, dus, dat is... Het project is denk ik al vanaf 2017 bij ons bekend. Ik heb het project ook als vanaf calculatiefase tot aan de oplevering mogen begeleiden. Ja. Dus dat is een heel lang traject geweest. En daar ben je niet al die jaren fulltime mee bezig. Maar het kost wel tijd. Dus, Dan ben ik zelf nog even benieuwd naar dat bomen voorbereiden. Je ziet er een plaatje in het filmpje. Dan staan ze daar keurig in een veldje. Wat ben je dan aan het voorbereiden in dat veldje? De kweker, die wordt ook weer een technisch verhaal, net als het filmpje, maar de kweker die steekt die boom eigenlijk rond. Die zorgt ervoor dat de wortels in de kluit wortelen, zodat wij ze, als we ze op het dak zetten, de wortels ook in de kluit zitten en dan gemakkelijk in de tuin kunnen gaan wortelen. Dus anders zou je ze wortels missen. Ja. Zorg eigenlijk voor dat die wortels in de kluit heeft, in plaats van dat hij die dan allemaal mist. Ja. En want dit is natuurlijk redelijk recent opgeleverd, hè? De andere soms al 2 jaar oud. Maar gaat het goed met de bomen? Ja, want ook hier hebben we natuurlijk een garantie voor af moeten geven dat die bomen het ook echt gaan doen. En, maar in ieder geval, vooralsnog doen ze het allemaal. Dus je gaat eigenlijk altijd wel vanuit dat je iets inboet hebt, iets inboet vervangen. Maar vooralsnog staan ze er alle 75, want zoveel zijn het er heel goed bij. Ja. Nou, fantastisch. Ja. Dus hebben we ook al genodig energie ingestopt. Ja, ik ga even toch even kijken of er toch nog een vraagje ergens her en der is. Ja, iconisch project. Een reden om toch weer eens naar Rotterdam te gaan. Zeker. Ja, het museum is weer open, geloof ik, naar de nieuwe... Nou, het is misschien wel goed om te zeggen dat dit gebouw, dat is met ook de visie van de architect, dus ook, het is op een plek gebouwd waar vroeger een park was. Er stonden allerlei bomen, dat is allemaal weggehaald. De depot is ervoor teruggekomen. Maar de nieuwe inrichting die straks komt, die hebben ze eigenlijk opgepakt en op het gebouw neergelegd. En ook dit deel is straks vrij toegankelijk. Dus iedereen die naar Rotterdam gaat, die kan gewoon straks het gebouw in lift pakken. En dan hoef je geen kaartje voor het museum te kopen, zeg maar. Klopt. Ja, het is een depot, maar ja. Maar als ik nou daarnaar kijk, hè, en dan zie ik dus één type boom en één type gras. Was dat ook bewust de bedoeling? Ja. Ja. Ja, het is in principe een heel minimalistische een beetje architectengedachte, zeg ik dan even, vanuit de groene wereld. Betonverharding, één type gras, één type boom en verder een minimalistische inrichting, maar daardoor wel een heel mooi beeld gegeven. Ja, het is wel heel strak daardoor en het pand zelf is natuurlijk ook heel strak, dus ik begrijp het wel dat die keuze is gemaakt. Maar binnen is het ook vooral beton en staal en glas. Evengoed fantastisch dat er gewoon een groen dak is gerealiseerd, waar je ook nog als bewoner van Rotterdam gebruik van kan maken. Ja, zeker. Nou, dan wil ik bij deze het webinar afsluiten. De replay komt beschikbaar en we organiseren over een paar weken alweer een volgend webinar. Daar informeren we jullie gewoon vanzelf ook weer over. En het zal altijd gaan over natuurlijk werken, groen en de combinatie van... Met het menselijk welbevinden. Want daar gaat natuurlijk werk over. Ik wens jullie een hele prettige middag verder. En tot het volgende webinar. Dag. Dag.